NOS Journaal. Veteranen geven nog één keer acte de présence voor prinses Juliana. Klopjacht op Al-Qaeda-kopstukken in Pakistan ten einde. Staalconstructeur Hollandia koopt van de Giezen de Noord. Dames en heren, goedenavond. De gemeenten Delft en Den Haag zijn klaar voor de uitvaart van prinses Juliana en haar bijzetting in de grafkelder onder de Nieuwe Kerk. Morgenochtend, als het lichaam van de prinses wordt overgebracht van Paleis Noordeinde naar de kerk, is er een erewacht van veteranen. En die zijn daar zeer verguld mee. Vanmiddag verzamelden 300 veteranen zich in de Rotterdamse Kuip. De jongste is 30, de oudste 90. Vannacht slapen ze, net als toen, zij aan zij met hun oud-wapenbroeders. Hey Willem! Hey. Ja. Ik heb jullie een paar keer meegemaakt met parades en zo. Maar ik had nooit verwacht dat ik hierbij zou zijn. En ik vind het wel leuk, ik vind het een eer. De rest volgen. Hier eentje boven. Vroeger was het voor ons erg belangrijk. Voor koning en vaderland was er iets te betekenen. Maar nu misschien niet meer, maar vroeger was het altijd toch een eer als je de koningin mag dienen. Aan de kade meren, nu raak je echter uit de tijd. De reden gaat jou nu verkopen. Ze zullen waarschijnlijk weinig slapen vannacht. Oude herinneringen komen boven bij de mannen en de paar vrouwen die hun koningin morgen de laatste eer bewijzen. We zijn vanuit Indonesië zijn we naar Korea gegaan. En hebben daar een jaar gezeten. En toen ben ik teruggekomen. Gelukkig heel hard. Een paar maten niet. Maar ja, dat is oorlog. Hè? Maar ja, ik vind het een hele eer dat ik daarvoor mocht komen. Ik ben bij Klaus niet geweest. Maar dit vind ik een hele eer. Nog een paar uur. En dan morgen op wacht voor de oude vorstin. En verslaggever Rick van der Westerlaken is bij de Kuip. Rick, er zal morgen minder militair vertoon zijn dan bij de uitvaart bij prins Klaus. Wilde prinses Juliana dat ook zo? Nou, ze heeft wel prijsgesteld wat er minder militair vertoon zou zijn. Maar dan moeten we vooral denken aan bijvoorbeeld in de Nieuwe Kerk in Delft. Want het is expliciet niet zo dat dat geldt voor bijvoorbeeld de afzetting langs de route van de rouwstoet. Morgen zullen veruit het grootste deel van de militairen die ingezet worden, dat zijn er zo'n 6000. Die zullen vanaf 4:30 morgenochtend hierheen komen. Bij de Kuip gaan ze zich verzamelen. Die krijgen hier instructies en vanaf 7:45 zo zullen ze hier met bussen vertrekken naar hun plek. Langs de route tussen Paleis Noordeinde in Den Haag en de Nieuwe Kerk in Delft. Dat gaat ze met 180 bussen. Dat moet gladjes verlopen. En daarom wordt een rechte rijstrook van de A4, van de A20 en de A16 en de A13 wordt voor een tijd afgesloten. En ook de af- en opritten zullen niet toegankelijk zijn. Dus het gaat verkeerschaos worden morgen als we niet uitkijken. En daarom zegt Rijkswaterstaat ook tegen automobilisten: ga naar werk met het openbaar vervoer of werk thuis. Oké, dankjewel Rick van der Westerlaken voor dit moment. De markt in Delft, waar de nieuwe kerk ligt, is vanavond voor het grootste deel afgesloten voor het publiek. De komende uren worden de auto's die er nog staan weggesleept en alle vuilnisbakken, containers en glasbakken langs de route zijn inmiddels weggehaald. En in de omgeving van de kerk wordt gecontroleerd op bommen. Het publiek heeft veel belangstelling. Ik kom van yoga. Ik dacht cameraman even een paar shotjes maken. Bent u er morgen ook bij? Ja, mooi vrij. Er gebeurt vrijwel niets op de markt in Delft vanavond, maar dat is voor veel Delftenaren toch reden genoeg om een avondwandeling te maken. Bij Peekje Poppenkast, maar het hoort erbij, zeggen ze. U staat er ook? Ja, poppenkast dus. It's all kind of exciting for us. And we planned this trip way before the Queen Mother died, so we are fortunate that we could be here. Eerder vandaag bezocht vrijwel de hele koninklijke familie de kerk in Delft. Ze werden geïnformeerd over de precieze gang van zaken morgen. Delft zette vandaag de laatste puntjes op de i. Met de hooggeplaatste gasten van morgen mag niets gebeuren. De stad is schoon en de straten langs de grachten zijn leeg. We proberen de mensen te bereiken.
En als de mensen bereiken, dan raak ik de auto weggaat. Maar ja, als de mensen niet thuis zijn, dan worden we moeilijker. De veiligheidsmaatregelen voor het centrum van Delft zijn streng. Hoeken en gaten zijn gecontroleerd. En de politie verliest tot morgenmiddag de markt niet meer uit het oog. De bijzetting van prinses Juliana morgen heeft het karakter van een staatsbegrafenis. Het is een unieke plechtigheid, want bijzetting in een grafkelder is in Nederland voorbehouden aan leden van het Koninklijk Huis. Prinses Juliana wordt bijgezet in de koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft. Die is niet toegankelijk voor publiek. Van de grafkelder bestaan geen foto's, laat staan filmbeelden, maar we weten wel hoe het eruit ziet. In een animatie volgen we de weg die de koninklijke familie aflegt als ze prinses Juliana begeleiden naar haar laatste rustplaats. Via het voorportaal de gang in naar de kelders. Men komt dan eerst langs de oude grafkelder, waar Willem van Oranje ligt, naast zijn vierde vrouw Louise de Coligny. In totaal zijn in de oude grafkelder 11 mensen bijgezet, allemaal uit de 16e en 17e eeuw. Toen was de kelder vol en is de nieuwe kelder in gebruik genomen. Hier in de nieuwe grafkelder liggen 33 mensen naast elkaar in kisten in nissen en gedeeltelijk ook boven elkaar. De laatste 5 die hier zijn bijgezet zijn koning Willem III in 1890, koningin Emma in 1934, prins Hendrik ook 1934, koningin Wilhelmina, de moeder van prinses Juliana, die in 1962 overleed, en boven koningin Emma is 1,5 jaar geleden de kist van prins Klaus geplaatst. Officieel is het niet bekend waar prinses Juliana wordt bijgezet, maar eigenlijk ligt het een beetje voor de hand dat dat hier zal zijn. Boven haar moeder, koningin Wilhelmina. Na de bijzetting van prinses Juliana is er nog plaats voor 4 leden van het koningshuis. Als prinses Juliana is bijgezet, gaat de kelder weer dicht. Als zichtbaar monument voor alle bijgezette leden van het koninklijk huis rest dan in het openbare deel van de nieuwe kerk de steen die de toegang tot de kelder afsluit en het praalgraf van Willem van Oranje. De NOS doet morgen een rechtstreeks verslag van de uitvaart van prinses Juliana. De uitzending begint om 9:50, meteen na het journaal van 9:00 op Nederland 2. Na een belegering van 12 dagen heeft het Pakistanse leger een grote groep Al-Qaeda-strijders verslagen. Die terroristen hadden zich verschanst in een kamp in de bergen. En bij de gevechten zou de chef van de inlichtingendienst van Al-Qaeda zijn gedood. Veel anderen wisten aan de omsingeling te ontkomen. Er is lang een hevige vocht in dit afgelegen gebied in Pakistan. Veel huizen liggen in puin. Kapotgeschoten of platgewalst met bulldozers tijdens de jacht op de Al-Qaeda-strijders. Bij de operatie, waaraan vele duizenden Pakistanse militairen deelnamen, zijn tientallen burgers omgekomen. 50 militairen zijn gedood en waarschijnlijk evenveel terroristen. Een onbekend aantal is ontkomen. Mr. Tahir Yildirim, who is number 10 in the Al-Qaeda hierarchy. He was injured along with his associates. And he is hiding somewhere. De gevechten hebben zich afgespeeld in Zuid-Waziristan, in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan. Het Pakistanse leger is er nog niet helemaal klaar. I haven't claimed that we have apprehended everyone. Of course, there are few who have dispersed in smaller groups. Where they have dispersed, we are keeping an eye on them. Whenever our intelligence picture is complete, and we may go to nab them. They are on the run. We will ensure that they do not regroup anywhere and they do not establish such kind of den anywhere else. Pakistan zegt dat ruim 160 extremistische moslims zijn gearresteerd. Maar deze man, de rechterhand van Osama bin Laden, zit er niet bij. Eerder waren er berichten dat al-Zawahiri zich in het belegerde kamp bevond. 3 Apache-helikopters zijn vanmiddag vanaf vliegbasis Schilzerijen naar Afghanistan vertrokken. 6 Nederlandse Apaches en 135 militairen zullen de internationale vredesmacht ISAF in Afghanistan versterken. De 3 helikopters zijn vanmiddag in een Antonov vrachtvliegtuig geladen. IJsland betaalt het transport. De Apaches moeten vooral afschrik wekken. Ze kunnen worden ingezet voor het bewaken van grondconvooien, het escorteren van andere helikopters en het 's nachts patrouilleren in de bergen. De Apache-piloten mogen niet laag over de bergen vliegen om te voorkomen dat ze uit de lucht worden geschoten. De extra inzet in Afghanistan duurt 1,5 jaar.
De gemeente Edam-Volendam heeft een principeakkoord bereikt over de verkoop van Café De Hemel in Volendam. De gemeente koopt het café voor 2,8 miljoen euro van eigenaar Jan Veerman. 14 mensen kwamen om bij een felle brand in De Hemel in de nieuwjaarsnacht van 2001. Veerman zal een groot deel van de opbrengst uitkeren aan de slachtoffers. Het grote publiek denkt bij een schikking en betaling, nou, dan zal die wel aansprakelijk zijn. Juridisch is die niet aansprakelijk. Maar je kunt soms beter dingen op korte termijn regelen dan nog 10 jaar doorprocederen. De gemeente denkt nog na over een nieuwe bestemming voor het café.